Dat was Kensington met Sorry. Even voor de helderheid. U luistert naar de radio. Maar we hebben hier een grote ruit zitten. En daarachter zit de techniek. En René van Schenkoff. Maar vanavond zit er ook nog publiek. Ja, met twee dochters en een mooie zoon. Ja, dus we zwaaien maar eventjes. Hallo. En dan kunnen zij het zien. En dan gaan wij weer verder. Je had het guppy. En toen? Ja, toen had ik het guppie in uh, 1992. En uh, toen ik dat overnam, heb ik met de heer Rijnis, de oude eigenaar nog één jaar samen doorgewerkt. Mm -hmm. Maar dat werd hem op een gegeven moment niet meer. Want ik was natuurlijk de jonge man. en De hij was, bruisende. Uh, ja, de ja, bruisende man. En, uh, ja. ik wilde alles veranderen. En dat heb ik ook gelijk gedaan. <laughs> de hengelsport uitgebreid. Het aquarium uitgebreid. Maar vooral ook dieren speciaalzak uitgebreid. Ja, en binnen vijf jaar ploften we daar echt compleet uit ons dak. We konden gewoon niet verder. We werkten op dat moment gewoon met drie man uh, fulltime in, in de zaak en toen werd de stappen naar een nieuw pand werd toen haalbaar en toen hebben we in dat jaar ook 1997 de Schaepsheg aangekocht ja. een oud autobedrijf wat problemen met de gemeente gekregen over de bestemming maar binnen een jaar opgelost door met het pand wat ernaast stond bij te komen Dolfijn waterbellen toen die tijd de twee panden aan elkaar verbonden en we hadden de op dat moment een van de grootste dierenwinkels van Nederland toen al toen al ja Zeg. Toen was de vierkante meter zaten er op 1200 vierkante meter en dat was toen die tijd al enorm voor die tijd al. Ja, ja. nou, ik uh, was uh, vaste klant bij jou, want ik had toen uh, een aquarium, een groot aquarium. En uh, ik moest natuurlijk steeds mijn spulletjes uh, uh, vernieuwen bij jou. Dus uh, ik ken de zaak nog wel goed. Ja. Zo heel veel mensen uit de hele regio die ons toekamen al. Ja, ja dat is heel fijn. Ja. En toen, uh, op, hoe is dat verder dan gegaan? Uh, toen hebben we het Pantenaas erbij kunnen kopen. was ja. broker of assurantie die daar zat. Daar ging het, toen het, begon echt het internet al een beetje op te starten. Wij wilden een website. We hadden kantoorruimte nodig. We hadden een stukje meer magazijnruimte nodig. Zijn we daar gestart. Ja, twee jaar later hadden we weer te weinig ruimte. En aan de overkant van de zaak hebben we de Winkelhorst. Dat is een oud tegelzetbedrijf die daar zat. Hebben we over kunnen nemen. En daar hebben we toen het Hengelsport ondergebracht. En zo zijn we aan doorgroeien en doorgroeien gegaan. Ja, binnen twee jaar hadden we toen ook weer magazijnruimte nodig. Op de kazernetrein hebben we toen magazijnruimte bijgezocht. En denk ik vijf jaar later dan hebben we magazijnruimte bijgekregen op de Max Planckstraat. Dus zo hadden we op een gegeven moment... Uh, wat een groei. Wat en een hoe financier je die groei dan? Uh, vanuit eigen vermogen ging dat een heel groot gedeelte. Natuurlijk hadden we een stukje bank voor hypotheken. Maar de, ja. de goederen en dergelijke, de voorraden werden echt allemaal uh, zelf gefinancierd. jongen. Ja. Jonge. nou dat is uh, knap. Hard werken, ja. zuinig zijn. Ja. En uh, vooral voor de klanten wezen. En zorgen dat je de producten op voorraad hebt. Dat was echt ons motto. En het idee van zo en zo? Uh, ik kriep er heel erg lang. In uh, 2004, 2005 begon het echt een beetje te kriepen. Totdat de markt heel erg veranderde. Het werd steeds meer internet. Uh, we waren op dat moment ook zeker niet meer de grootste dieren-speciaalzaak. Dus ze moesten echt doorgroeien. En wat had ik in mijn hoofd? Ik wilde eigenlijk een tuincentrum met dieren-speciaalzaak en bouwmarkt in één. Dat heb ik toen bij de gemeente aangegeven. De A30 hebben we toen een heel groot plan gemaakt daarvoor. Maar dat is in 2009 gesneuveld. De ene de crisis kregen we toen de tijd de economische crisis. Plus dat uh, Lagerma, van de lag toen in ook zelf zijn eigen nieuwe thuiszender gebouwd heeft aan de Schaapsweg. We gaan uh, zo direct even verder over praten. Maar we gaan eerst luisteren naar Christina Perry met A Thousand Years.